Hallo dames en heren en super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op TD Gaming. Vandaag wil ik jullie eigenlijk eventjes wat vertellen. En dat is namelijk dat onze video's, deze video's van de roleplay super goed bekeken worden. Dat vind ik heel erg tof om te zien. Daarnaast heb ik een brief gekregen, eigenlijk gewoon een berichtje op mijn telefoon. Van de gemeente. En beste heer De Jong. Of beste heer De Jong. In ieder geval dat zij iets van een rood object naast deze schuur hadden zien staan. Er was een vent van de gemeente. Die kwam daar zo aanrijden met zijn auto. En die had daar een rood object zien staan. Dus wij gaan eventjes kijken wat dat dan wel niet is. Is dat dan... Hè? Is dat... Hè? Is dat een tracker? Hè? Is dat... Hè? Jongens, kijk dan. Het is een tracker. Oh, deze is oud. Oh, maar de bosjes gepakt. Hè, maar dat is mij nooit opgevallen, wil. Massie Ferguson. Multipower. What the fuck? Hoe lang staat dat ding hier al dan niet, joh? Nou, oh, de sleutel zit erin. Kijk, even door de bosjes heen. Oké. Hij staat niet. Jongens, hij staat niet. Dat is een probleempje. Oké, nou blijven lo- Godsamme. Hij liep heel even. Het wordt steeds beter, heb ik het idee. Oké, gas proberen te... ik denk dat we hem gewoon even een tijdje moeten laten lopen. Want dit gaat niet goed. We zijn in ieder geval uit de bosjes weg. Bijna. Dat is al iets positiefs. Ik heb gewoon ik denk dat de motor even wat moet opwarmen. Er was dus een vent van de gemeente die kwam hier aanrijden met zijn bus en die had even wat rood zien staan. En het is dus een trekker, jongens. En hij slaat weer af. Zo. Oké, zo. Jongens, we hebben een nieuwe trekker. Waar zetten we dit ding eens even neer? Hier maar, denk ik. Ach god, nou. Eerst even... Nou, dan zetten we hem eerst hier maar eens neer. Maar dit ding is oud, joh. Stuurt ook zwaar, man, hè? Oké, nou, hij slaat precies op het goede moment af. Goed. Een brief van de gemeente over een trekker in de bosjes. 35x multipower. €6.000. 45 pk ook. Geinig. Ik zou er heel veel onderhoud aan willen verrichten. Maar dat doe ik maar even buiten de opname.
Want ja, anders is de video natuurlijk een beetje saai als ik daar de hele tijd onderhoud aan ga verlenen. Dus we pakken onze telefoon er maar weer eens even bij. En dan even kijken, want balen maken, dat levert heel erg veel geld op. Kijk. 7000, 10.000. Nou ja, veld 172. Hoe groot is dat? Eens even kijken. 172. Meer in deze richting. Oké, dat is daar. Dat is best wel een eindje rijden. Maar goed, ik heb het ervoor over. Dus ik denk dat ik die vent maar eens even ga bellen. Job. Oké, nou. Jongens, ik ga even bellen. Eventjes later. Oké, mensen, het belletje is gepleegd. Wij kunnen aan de gang op zijn veld. Dus wij pakken onze mooie nieuwe T6 maar weer eens. Oké, eerst even deze afkoppelen. Oh. Nou, en dan kunnen wij richting veld 72, of 172, sorry. Om maar eens even zijn veld te gaan maaien. Inklappen. Zo. Even kijken hoor, hou ik mijn telefoon heel even ernaast. Waar moeten we heen? Hier gewoon naar links. En dan komen we er wel. Oh jongens, nog steeds zo fijn dat het gewoon zo lekker doorrijdt. Deze trekker. Oh, 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 ik was even niet aan het opletten. Altijd je ogen op de weg houden, jongens. Ik moet trouwens een beetje naast de weg rijden, want anders dan raakt mijn maaier raakt de boom. En dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Ja, we kunnen vandaag nog niet aan het werk met die oude Massey Ferguson, jongens. En ik weet ook niet eens of we er überhaupt wel mee aan het werk gaan. Want als het de hele tijd zo blijft. Waar moeten wij langs? Ja, dat is misschien niet heel netjes, maar ik ga hier gewoon even rechtdoor. Oké, je moet dus bij die brug gewoon naar rechts. Nou, dan gaan we het maar eens uitklappen. Hoppakee. Nou, dan gaan we balen maken voor een boer, jongens. Hey, en weet je wat ik mij nu ook besef? We hebben nu 21.000 euro. Gaan wij dan de... hoe heet het? De opraapwagen. Wat zeg ik? De balentrailer kunnen kopen. Die is 12.000 euro, dus die kunnen wij betalen. Oké, dan doen we deze. Dan kost het ons 13.000 euro. Hij is besteld bij de winkel. Geen toegang tot dit land. Nou, ik moet gewoon aan het land op deze, of aan het werk op deze boer zijn land hoor.
Zo. Nou ja, het is niet ingezaaid dit veld, dus hier kunnen we gewoon even overheen rijden. Zo. Doen we nog even een koppakker. Oh, nog steeds jongens. Deze trekker zit zo fijn. En volgens mij hadden wij ook een reactie op de vorige video. Ja, er zei namelijk iemand dat ik een leuke video had gepost. Ja, daar word ik blij van. Even kijken, ik zal hem er heel even bij pakken hoor. Even de trekker in de vrij zetten. Nou, eens even kijken. Eens even kijken hoor. Ja, kijk. Je boy 69. Ja, 69, 18. Die zegt: mooie trekker, hartje. En ja, dat soort reacties vind ik gewoon heel erg leuk om om te lezen, natuurlijk. Dus, je boy 69, 18. Bij deze een hele dikke, vette shout-out naar jou. En dan. Ja, als jij ook een shout-out wilt, dan moet je gewoon even een leuke reactie achterlaten op deze video. En dan noem ik jouw naam, of ja, jouw YouTube-naam, ook in de volgende video. Zo. Laten we anders nog even één keer deze kant doen. Nou, we moeten het hooibalen maken, als ik het zo begrijp. En dan moeten we het naar het verkooppunt brengen. Ik zie trouwens dat de trailer ook is afbetaald. Want er is geld voor mijn bankrekening af. Dus als het goed is, staat hij nu buiten bij de winkel. Nou, dan kunnen we in ieder geval nog een Massey Ferguson gebruiken vandaag. Om de balen op de trailer te laden natuurlijk. Zo. Want ja, we hebben natuurlijk nu een trekker met een fronthef. Dus ja, misschien als we in de toekomst wel ietsjes meer geld hebben, dat we dan ook wel kunnen kijken voor een frontmaaier eventueel. Maar goed, het eerste waar ik me nu even op wil richten is ja, eigenlijk koeien. Maar ja, voor die koeien hebben we natuurlijk ook eerst eten nodig. Dus het is misschien handig als wij een grasveld erbij kopen nog. Ik heb wel een beetje scheef gemaaid trouwens. Zo. Zo.
Nou, dan hebben we het maaien alweer bijna klaar. Nou, en dan hoeven we hierna nog maar één strookje en dan hebben we het maaien alweer klaar. En dan kunnen wij gaan schudden. Want ja, eigenlijk hebben we die trailer alweer terugverdiend. Ik zag trouwens dat we een heel klein plukje waren vergeten. Moeten we wel even meenemen. En ja, dan hebben we eigenlijk die trailer alweer bijna zo goed als terugverdiend. Zo. Zo. Nou, kunnen we deze weer inklappen? Want ja, hoeveel kost een van deze velden? €37.000 zijn veld, ja. Oké, nou ja, €37.000 om het veld naast het veld waar we nu bezig zijn te kopen. Nou, dat gaan we vandaag niet verdienen. Heeft daar een raar tentje hier. Nou, het zal wel. Het zal wel. Ik vind het nog steeds een mooie boerderij dit hoor, hier links. Daar kun je nog steeds van dromen. Oh. Zo. Hoppakee. Nou, dan gaan we het schudden. Of ja, moesten we het eigenlijk wel schudden? Laten we even kijken. Anders kunnen we het wel schudden. Droog het met de schudder en maken balen van. Nee. Hoppakee. Koppelen we deze aan. Ho, 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 ho. Wat gebeurt hier dan? Het zijn kut dat die bomen hier zo dicht langs de weg staan. Auto's kunnen hier prima langs. Maar een trekker met iets breeds erachter, ja, dat is een beetje een issue. Ik denk niet dat we hier daar langs moeten. We gaan gewoon via hier.
Nou, zo. Kunnen we nou net voor langs, plus ik kom van rechts. Volgens mij stonden er wel haaitanden, mijn boeien. Nou, schudden. Zo. Zo. Oh. Wat is hier nou weer aan de hand om? Zo. Zo. Nou, het schudden gaat veel sneller dan het maaien. Daar ben ik wel blij mee. Nou, het harken is ook zo klaar. Dus ja, het gaat vandaag nog wel lukken. Hier nog een klein stukje. En hier nog een klein stukje. Klaar. Ja, kijk, er stonden haaitanden op de weg. Nou ja. Kan gebeuren. Niet zo zeuren. Hé, sorry. Hé. Poei. Wat is dit lekker, zeg Gerard. Ik zie de boerderij alweer. Yeah. Oh, jongens. Je moet echt niet te dicht bij die bomen gaan rijden. Want dat komt niet goed. Daar in de vet is ook nog. Of zou dat erbij horen? Geen idee. Maar het ziet er allemaal wel leuk uit.
Haaien tanden. Zo. Die moet even hier geparkeerd worden. Anders dan past het niet. Ik vind die grijze velgen eronder vind ik nog steeds echt super vet, jongens. Hey, wat is dit dan? Hoppakee, zo. Nou, nu moeten we wel helemaal oppassen met die hoge hark. Al denk ik wel dat dit beter gaat. Niet zozeer qua hoogte, maar gewoon qua breedte. Het heeft niet heel veel uitstekende dingen of zo. Maar voor de zekerheid blijf ik toch even zo rijden. Lijkt mij iets veiliger. Ja, komt goed. Is wel een beetje vervelend, vind ik dat. Die hark is net ietsjes kleiner als onze schudder. Hier, kijk, onze schudder is 6,9 meter breed en deze is ja 7. Huh? Hé, maar dan zou die toch juist. Nou ja, het zal wel. Bijna het water in. Ja, nou, we moeten even een eindje over het land van de buurman heen, maar ja, ik neem aan dat hij dat gewoon helemaal oké vindt. Het is namelijk toch nog niet ingezaaid, dus ja.
Zo, nou, dan kunnen we aan het balenpersje beginnen, jongens. Het begint ook 5 uur. Ja, het is al 5 uur. Nou, ik wil dit eigenlijk nog eventjes voor het eten klaar hebben. Hoppakee. Geen auto's. Oh ja, jongen. Ik doe per ongeluk de richting uitwijzer aan. Handig. Nou zo. Dan kunnen we de balenpers ophalen. De balenpers. De balenpers. Ja, la la la. Nou. We hebben het ook het ja. Ja, wat wou ik eigenlijk zeggen? Ik doe gewoon een beetje raar in mijn video's, oké? Okay? En mijn stem is een beetje naar de poep. Ik heb ook geen idee hoe dat kan. Maar ja. Nou, die hark gaat af en toe wel een beetje door de boompjes heen. Maar neem aan dat die hark dat niet heel erg vindt. Voorzichtig. Nou, we gaan balen maken, jongens. Yippie! Nee, hier hoeft hij nog niet uitgeklapt te worden. Nu doen we de zwaailampjes even aan. Nou, hier kunnen we wel gewoon normaal mee over de weg rijden. Dat is dan weer het fijne, hè, jongens. Zo. Nou, dan kunnen we hem hier wel vast uitklappen. Even kijken op het schermpje. Ja, klaar. Ho! Ho! Die had ik niet gezien. Sorry! Wacht, heel even opname terugkijken. Nou, in de opname lijkt het alsof ik crash, maar dat is niet zo. Goed. Balenpersen. Balen van 8000 liter. Daar moeten we het mee doen. Zo, heel even een klein stukje doorrijden nog.
zo. Maar, nou, dit hebben we voor 7 uur hebben we dit wel klaar, denk ik. Misschien iets later dan 7 uur. Ik denk het wel. Als we ook nog alles hebben, zeg maar, qua de balen hebben opgeladen en zo, dan is het al wel 7 uur geweest, denk ik. Nee, hij ging het zelf injecteren, zei hij. Dus met vloeibare mest eroverheen. Dus dat komt helemaal goed. Ons Jopke. Maar ik vind dat er vrij weinig van afkomt trouwens. Ik had meer hooi verwacht. Nou zo, laatste zwaarde. En dan, ja, zouden we hier nog een derde balhard krijgen? Denk het wel niet. Ja, kijk. Nou, twee balen nog zelfs. Nou, dan gaan we maar weer eens naar huis. Zo licht aan trouwens. En dan moeten we de balen maar eens opladen. Oh. Rampitampitampiton. Hier komt nooit verkeer langs, namelijk. Dus ja, hier hoef ik ook niet uit te kijken. Net zo makkelijk hier. Ja, ik wil toch nog een keer even gewoon kijken op deze boerderij. Ja, Job die woonde ergens vlak bij de, ja, bij de winkel daar, zeg maar, sorry. Dus ja, misschien dat we daar ook nog wel een keer gaan kijken. Nou zo. Mag deze weer hier geparkeerd worden? En dan moeten we de oude, of nou ja, de iets grotere Massey Ferguson inpakken. Zwaailampen uit. Stond die hier? Ja. Hoppakee. Mijn oude kring aan de overkant. Waar hadden wij de voorlader neergezet? Was dat hier? Nee. Oh ja, die hadden we daar in de bosjes neergezet, hè? Ja, kiek. Dat kon ik mij nog vaag herinneren.
Zo, de balenvork zat er al vast, hè? Ja. Hij had het liefst voor 8 uur klaar. Dus, nou ja. Dat moet wel lukken, denk ik. Nou, we nemen geen gewicht mee, jongens. Want ja, hoe wil ik dat doen? Ja, volgens mij kan ik de trailer aan het gewicht bevestigen. Maar, nou ja. We zien het ook wel. Dan moeten we maar gewoon even één baal tegelijk doen. Hey, is dit trouwens dezelfde trailer als die wij geleend hadden toen? Die had ook allemaal van die gaten erin. Alleen nu hebben ze er gewoon van die dingen op gemonteerd en zo. Chill. Oh, al die reeën hier, godsamme. Schrik me iedere keer helemaal de panische panis. Maar goed. Nou, we hebben nog een uur, dus dat moet wel goed komen. Dus, ja. Hier moeten wij ergens linksaf. Ik zie het niet zo goed in het donker. Hier. Huppakee. Nou, ik vind het echt super mooi dat mensen gewoon echt deze serie kijken. Ook de boerderij van onze opa kan overnemen natuurlijk. Ik zie die rechter spies helemaal niet. Ja, ik weet dat hij eraan zit, maar. Het lukt niet zo. Oh joh! Rotbeesten. Ze komen ook altijd vanuit niks, hè? Aan de kant. Kunnen die beesten niet harder of zo? Ho, net voor de trekker langs. Ga eens van de weg af, joh! Stomkring. Zo. Nou, daar zijn we. Hehe. Hoeveel balen hadden we eigenlijk geperst? Even kijken hoor, op die trekuur. Vier. Trailer afkoppelen, zo.
zo. Oh. Ah, hij doet het net. Zetten we deze achter neer. Zo, dan moeten deze twee rakkers nog. Zo. Ik weet alleen even 1, 2, 3 niet meer uit mijn hoofd waar we het af moesten leveren. Even kijken hoor, waar was dat? Johnson's Farmer Market. Nou, doen we eerst even de spanbandjes eromheen. Huppakee. 1, 2, 3, 4. Vollader even omhoog. Eens even kijken. Johnson's Farmer Market. Waar is dat? Even kijken hoor. Ach god, het is helemaal in het. Oh. Nou ja, daar gaan we. Nou, hij had het liefst voor 8 uur klaar. Maar als dat niet lukte, dan was het ook niet heel erg. Nou, het is dus niet gelukt, helaas. Ja, ik neem niet aan dat we daar in 3 minuten nog even heen rijden. Het is helemaal aan de andere kant van het dorp, namelijk. Maar goed. Hadden we nu de Nieuw-Holland even maar voorgezet, dan waren we een stuk sneller klaar geweest. Maar ja, goed, die heeft geen voorlader natuurlijk. Of ja, geen voorlader aankoppeling. Hé, het is om 8 uur ook alweer donker in september, joh. Oh, ik snap het al, waardoor je dat ding niet ziet. Kijk, de uitlaat zit ervoor. Daardoor zie je die rechte spies niet. Hele pokken en weer terugrijden. Zo. Nou, even rekenen. 8004. 32.000 liter aan balen hebben we achterop. Nou, prima, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat Job er blij mee is.
Als ik thuis kom, eerst douchen en dan lekker op bed, man. Getsie derry. Hoppakee. Even kijken hoor, waar moest het ook alweer heen? Zometeen rotonde. Ja. En dan naar rechts, oké. Of kunnen we beter zo rijden? Nou, hier naar links. Nou, dan moeten we eventjes alle dingen erom weg doen. Hup, 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 hup. Dan mogen ze hier even staan. Oh, ik zit met de spies tegen de paal aan. Handig. Zo. Zo. Ik wil even ze op de grond neerzetten, is vaak ook wel handig. Oh. Nou, zo. Ik weet niet wat die ene baal aan het doen is, maar lijkt me niet heel gezond. Ja. Nou, kijk, en dan hebben we nog twee hooibalen over. Hij zei dat we de andere twee mochten houden. Ja. Hij heeft me zelfs een tikkie al gestuurd. Kijk eens. 10.000 euro. Nou, dan gaan we deze ook maar gewoon verkopen, denk ik. Nou, toch nog 2.000... Ja, 2500 euro voor die balen. En dan eindigen wij deze aflevering maar met ja, eigenlijk 1k verlies op die trailer. Dus ja, dat is heel erg lekker. Maar goed, het is gewoon even handig om zo'n trailer te hebben, jongens. Het is gewoon echt, echt even heel handig. Zo, even zo afsnijden over de rotonde. Niemand ziet het. Pff. En ja, dan hebben we er ook wel gewoon weer even een lekkere lange aflevering op zitten. Mag ook. Mag allemaal. Sowieso deze video's zijn heel lang natuurlijk. Dus ja, zet even in de comments of je ze misschien... ja, eigenlijk te lang vindt, of dat ze, ja, dat ze dus wat korter mogen, of dat ze misschien ook wel gewoon even zo moeten blijven. Laat het allemaal weten in de reacties. Ik vind het super leuk om reacties voor te lezen ook in video's. Dus ja, Geel Jorging, hier rechts is ook een enorm grasveld. Maar, nou ja, dat kunnen wij natuurlijk niet betalen. Veld 203 is misschien wel interessant. Ja.
Nou, zo heb je toch alweer even bijna de hele dag erop zitten aan even wat. Gewoon even wat balen maken voor een boer. Zo. Nou. Deze hier, motor uit. Dan sluiten wij af met de Massey Ferguson. Hopelijk vonden jullie het een leuke aflevering. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En even in de reacties achter te laten. Of de afleveringen gewoon zo moeten blijven. Of dat ze korter moeten. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.